De deelnemers van Team NL voor de Special Olympics checken in voor hun reis naar Pyeongchang in Zuid-Korea. Daar zijn dit jaar de Special Olympics. Na een lange voorbereiding is het eindelijk zover. Ik heb er heel veel zin in. Echt, ja. Na het inchecken was er nog tijd voor een klein feestje en de nodige aanmoedigingen. Ja! In de aanloop naar de Special Olympics hebben we shorttracker Jarno al vaker voor de camera gehad. Hij heeft zich goed voorbereid. In november toen ben ik al begonnen met mijn shorttrack. Want ik deed normaal altijd op de 400 meter baan. En daar train ik altijd. Eerst al die jaren heb ik altijd op de 400 meter baan getraind. En nu hoor ik in één keer van dat ook shorttrack er is. En ik dacht van ja, ik wil dat heel graag voor trainen. Dus ik heb eigenlijk in een half jaar tijd heb ik dit voor zitten voor te trainen. Dakar motorcoureur Frans Verhoeven is ambassadeur van de Special Olympics. Hij mocht natuurlijk niet ontbreken. Voor mij zit de spanning erop. Ik ben gisteren teruggekomen en de sporters van Team Nederlands gaan nu vertrekken naar Zuid-Korea. Dus dan gaan we hun volgen. Special Olympics en het motorracen in Dakar ligt erg ver van elkaar af. Waarom ben jij dan toch ambassadeur? Nou, het ligt erg ver van elkaar af, maar ik heb al eerder iets voor een goed doel gedaan. En ik vond dat we gewoon iets moesten zorgen wat dichter bij de deur was. En zodoende zijn we in contact gekomen met Special Olympics. En een kennismakingsweekend gehad met de begeleiding en met de sporters. En dat was zo hartelijk en zo leuk en zo spontaan. En ja, dat was echt iets, daar voelde ik me lekker bij. Voor de deelnemers is de verre reis naar Zuid-Korea erg spannend. Maar natuurlijk ook erg gaaf. Ja, geweldig. Ik bedoel, je maakt maar eenmaal mee. Ik bedoel, ik zal niet zeggen van, is me te ver, ik laat dat mooi zitten. Ik kan het, ik wil het, ik doe het nu. Ik kan het, ik wil het, ik doe het nu. Maar ik kreeg eerst nog de land te zien, want we kregen nog door Zuid-Korea. Gaan we met de trein een cruise maken. Dus we gaan eigenlijk door de heel Zuid-Korea gaan we met de trein overal heen. En we blijven ook daarin slapen, ook nog. Dus dat is toch hartstikke geweldig om dat mee te maken. Daarnaast moet er natuurlijk ook gesport worden. En in Zuid-Korea hebben ze allemaal die mensen met die kleine ogen. En ik denk, als ze nou Nederlandse sporters zien, deze sporters, dan gaan volgens mij die ogen zo open. Nog meer dan bij de echte Olympische Spelen is bij de Special Olympics meedoen nog belangrijker dan winnen. Je gaat er gewoon voor. En als je geen medailles wint, heb je toch je best gedaan. Dat vind ik de allerbelangrijkste.